Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Zeeuwse Zomer. En als het zomer is, moet er natuurlijk ook worden gebarbecued. En daarom ben ik vandaag in Schoondijken bij slagerij Trezonie. En eigenlijk moet ik zeggen ambachtelijke slagerij Trezonie. Want het vlees schijnt hier te komen van een eigen boerderij. Hey, goedemiddag Peter. Ik ben op zoek naar een goed stuk vlees voor de barbecue vanavond. Nou, welkom. Dan ben je hier op het goede adres. Oké, ja, want ik heb begrepen, je bent een ambachtelijke slager. Klopt. Wat houdt dat nou precies in en wat is dan het verschil met bijvoorbeeld de supermarkt? Het ambachtelijke slagerij is in principe gewoon vlees wij kweken als een koeien zelf. Dus we weten dus op plaats de herkomst van het vlees. Dat is gewoon, jullie kweken de koeien echt helemaal zelf? Ja, ja, bij ons wordt echt alles wordt bij ons geboren. Ja? En in principe alles, ons vee, ons vrouwelijke vee, wordt alles in eigen bedrijf vermarkt. Okay, en daarnaast dan zijn we onze producten maken echt op de ambachtelijke manier. Dus we maken zelf onze gekookte ham, onze boterhamworsten, grillenworsten, spek, wordt allemaal in eigen bedrijf bereid. Mm-hmm. En dat is een stukje ambachtigheid. Heerlijke salades doen we zelf ook allemaal. Heel veel zelfgemaakte producten en echt gewoon gluten, allergeenvrij. Alles zo zuiver mogelijk en zonder kleurbehoudende middelen. Gewoon echt alles puur natuur. Ja, puur natuur. Goed zeg. Gehalte eerlijk is heerlijk. Ja, nou, dat geloof ik inderdaad. Ja, goed verhaal. Nu had ik op de website had ik ook gelezen, jullie hebben Duroc varken. Wat is dat dan precies? Ja, Duroc, dat is in principe een nieuw soort varkvlees. Duroc Heidehoeve. Dat is een nieuw soort varkvlees. En waarom ben ik overstap? Omdat ik zeg, het vlees dat ik verkoop, dat moet passen bij mijn gevoel. Ik zeg, ik verkoop niet alleen het vlees, ik verkoop een stukje passie, ik verkoop een stukje emotie. Mm-hmm. Dit sluit daar perfect bij aan. Daar zijn we van het jaar eigenlijk gewoon actief mee begonnen. Ja. Vorig jaar geprobeerd, de pilot gedraaid, goed bevallen. En waarom? De mensen gaan een stukje varkvlees eten, wat dat gewoon op een natuurlijke manier gemest is. Het is gezonder, het is bijna geen antibiotica, het is gewoon zuiver. Het is iets vetter van structuur, maar wel de goede verzadigde vetten. Ja. Normaal heb je onverzadigde vetten waar de mensen toch van aankomen. Dit spul is gewoon perfect van kwaliteit, zacht, dus anders. Ja, gewoon de gezondere toer, gewoon ook een stukje eerlijk verhaal. En dat past natuurlijk en dat sluit geweldig mooi aan bij ons eigen rundvlees. Ja, bij de ambachtelijke verhaal inderdaad. Precies. Ik begrijp ook, Heidehoeve, dat is ook vlees hier uit Nederland in ieder geval. Ja, het is Nederlands, het wordt in Brabant, het wordt gemest. En het wordt niet in de massa, het wordt allemaal kleinschalig gemest om gewoon een goede kwaliteit te kunnen bieden. Nou, ik kan hier natuurlijk terecht voor het beste vlees, dat is mij zeker duidelijk. Maar wat hebben jullie nog meer te bieden? Wat hebben we meer te bieden? Ja, we doen natuurlijk een hele rijk assortiment. We zijn natuurlijk ons rundvlees, daar staan we echt gekend om. Daar komen mensen toch van heen en ver, ook vooral in Nederland. Ik heb bepaalde mensen die komen één keer per jaar, komen die gewoon een kwart van de rund halen. Ik heb mensen in Amsterdam, Castricum, Brabant. Ik heb verschillende mensen waar ik gewoon zaken mee doen. Die komen hier op vakantie, proeven het, ervaren het, horen het verhaal van waarom wij het doen. Dat is gewoon tegenwoordig heel belangrijk voor de consument. De consument is ook heel erg kritisch. Mm-hmm. En dat mag ook zeker en daar betalen ze uiteindelijk ook voor. Maar op deze manier wordt het gewoon allemaal vermarkt. Daarnaast doen we natuurlijk belegde broodjes. Catering zijn we heel actief in met Fondue Gourmet, Steengril. Een grote partij, een barbecuepartij ook allemaal. We hebben capaciteit tot een 500 personen. Zo. We maken een rijk assortiment salades. We hebben standaard altijd elke dag toch wel een 25, 30 soorten salades. Mm-hmm. Daarnaast hebben we onze vleeswaren, waar we een aantal zelf van maken. En dat doe ik ook mee bij vakwedstrijden. Daar heb ik ook al verschillende internationale bekroningen bij gehaald. Ja. Dus ja, en ook een dessertje, een kaasje, een wijntje. Al wat dat ambachtelijk is, sausjes, een heerlijke ketchup ook allemaal, gluten en allergeenvrij, dat gaan we vermarkten ook allemaal. Nou, bij een restaurant hè, krijg je bijvoorbeeld een Michelinster, als het de moeite waard is om er helemaal voor om te rijden, zodat het eten zo goed is. Nou, voor het rundvlees, dat is me duidelijk, daar komen de mensen al van heinde en ver. Maar wat is nou nog meer een product waar mensen echt voor naar jullie toe komen? Ons eigen rookvlees, onze eigen ham, vleeswaren, salades. Veel mensen dat bij ons hoort is van salades, we hebben een feestje of een verjaardag, dan wil ik wel een saladeskool of verschillende soorten. Daar komen de mensen ook op af. En waarom? Omdat we gewoon een groot assortiment aanbieden. Ja. En elke jaar tijden wisselt dat. Ja, afhankelijk van wat er op dat moment precies, kijk, in de zomermaand hebben we bijvoorbeeld meer rookworstsalades. Dan zijn we daarnaast zijn we ook bezig met salades met een dressing in plaats van meer mayonaise. Dat is ook weer magerder, gezonder. Alles dat we proberen te produceren, proberen we ook maatschappelijk verantwoord. Ja. Dus alles gewoon zuiver, niet gewoon groente zitten massa, gewoon echt gewoon een goed product. Nou, nu vertelde je net over die runderen die jullie zelf fokken. Durf ik het bijna niet te vragen, maar zou ik misschien even een kijkje mogen nemen? Ja, natuurlijk, dat is geen probleem. We gaan richting Heile, het pittoreske plaatsje waar in alle rust onze dieren gefokt worden. En dan zie je gewoon wat het verhaal is, wat het eigenlijk inhoudt en wat voor een mooi leven en voor de goede verzorging die dieren hebben. Om dat te gaan vermarkten naar u als consument. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Laten we daar naartoe gaan en dan kom ik daarna nog even terug hier om een stukje vlees te halen. Ja, perfect. Perfect. Oké, okay. Ja, dankjewel. Tot ziens op de boerderij. Ja, tot zo.
Nou Peter, we staan tussen de koeien in. Hoeveel koeien hebben jullie hier gemiddeld lopen eigenlijk? Ja, er zitten gemiddeld totaal bedrijf ongeveer 65 koeien. Dat is het gemiddelde dat er is. De wintermaan, als ze binnenkomen, zijn die iets minder. Mm-hmm. En we hebben ongeveer 20 kalvingen per jaar. Dus dan worden eigenlijk anders 9 bedrijven. Okay, maar dat is niet heel veel, toch? Dat is niet heel veel. En waarom niet? Omdat het gewoon een puur stukje kwaliteitsbewaking. We zijn niet grootschalig. En alles wat we in principe mesten, word ik ook een eigen bedrijf verwerkt. Dus we gaan niks in principe naar de handel. En wij slachten eigenlijk uiteindelijk alleen het vrouwelijke vee. Dus, en waarom? Het vrouwelijke vee is malser, het is fijner van structuur, het is anders gemest en het heeft ook een betere smaak. En is nog een speciaal soort raskoeien die jullie hier hebben? Ja, het is eigenlijk alleen maar allemaal Belgisch blauw. Ja? Belgisch blauw hebben we voor gekozen, het is gewoon een prachtig dier. Het is een mooi karakter, het heeft een goed gewicht, rustig in de omgang. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk, een beest met andere temperamenten. Zijn over het algemeen toch iets moeilijker in de omgang. Mm-hmm. Dat vind ik gewoon heel belangrijk dat we gewoon een stukje goed verantwoord vlees kunnen afleveren naar de consument. En ja, natuurlijk ook een stukje herkomst. En ja, het Belgische blauw zit natuurlijk aan deze kant ook allemaal. Dat is gewoon Types voor deze streek ook eigenlijk. Klopt. Arnold, jij bent de oom van Peter. En samen met je vrouw verzorgen jullie de koeien. Hè? Waar komt nou die passie vandaan? Wat vind je nou zelf zo leuk aan die koeien? De passie, dat is gewoon heel de natuur dat je ziet. Je probeert wat goed in elkaar te steken. En dat dan lukt, dat hetgene waar je op hoopt tevoorschijn kan toveren. Ja, dat is een passie, dat kan je niet laten. Nou Peter, we waren net bij de kalfjes, maar dit wou je me ook nog laten zien, hè? Ja. Vertel. Dit is in principe de wei, de kalfjes die hier 10 maanden bij. Ja. En nu, vanaf deze kant, die kalfjes gaan er binnenkort gaan ze eraf. En nu, deze worden er verder afgemest. Die komen in deze maanden komen de slagerij. Dus ik verwacht over 2 maanden dat we daar een heerlijk stukje vlees van snijden. Nou Peter, hartstikke leuk om te zien. Je zegt inderdaad dat je druk hebt, dus ik laat je verder met rust. Ik ga nog even terug naar de slagerij, een stukje vlees halen voor op de barbecue. Ja, we zijn hartstikke leuk en geniet ervan. En ik wens je heel smakelijk eten. En denk eraan, dit is vlees met een goed leven. Ja, en met een goed verhaal. Hey, dankjewel man. Dankjewel. Hoi. Ik ben eruit. Doe mij maar 2 entrecôtejes. Kijk, ik zal het laten zien. Prachtig, kijk eens hoe mooi dat gemest is. Dit is nu het product wat ik gezegd heb. Kijk, een klein beetje vet erin. Dat heb je nodig voor je smaak al. Ja, ja. Allee. Hoe dik mogen ze zijn voor u? Kijk, wat ik snijd af, gewoon op maat. Ja hoor, zo is goed hoor. Dat is denk ik, ja, alsjeblieft. Ja. Haakje moet je afsnijden. Kijk eens, alsjeblieft. Wat prachtig hadden koos. Eerlijk is heerlijk. Super. Geniet ervan en een fijne avond. Alsjeblieft. Nou, ik ga de barbecue aansteken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.